Goedemiddag is het voor mij. Ik weet niet of dit week 8 vlog wordt of dat dit een aparte vlog wordt. Maar vandaag is onze eerste echo. Het is 29 juli en vandaag horen we het hartje kloppen hopelijk. Daar gaan we voor. Ja, daar ga ik wel vanuit. Ik voel me zo zwanger. Ik ben zo misselijk. Echt iedere beweging moet ik bijna van overgeven. We gaan apart, want Nicky moet daarna meteen werken en we zitten bij de verloskundige praktijk in Culemborg. En Nicky moet daarna meteen werken en ik naar de kapper, dus we rijden apart erheen. Dat is wel een beetje jammer, anders konden we even lekker keuvelen over wat allemaal we verwachten. Ik weet niet wat ik moet verwachten. Ik heb er wel super veel zin in. Ik ben echt een beetje zenuwachtig, ik denk dat ik daarom ook misselijker ben. Maar liever niet te veel praten, dus ik ga jullie nu wegleggen en ik ga kijken wat ik kan filmen. Kan je dat zien? Ja. Hoe kan je dat zien dan? Blaas. Die zit helemaal vol. Oh, dat is op zwart. En dat is... Oh ja, klopt. Moet ik eigenlijk het loslassen? Meestal adviseren we inderdaad om je blaas vol te houden, want dan komt de baarmoeder wat beter in beeld. Maar ik zie dat die baarmoeder juist net bij jou achter die blaas zit. Ik denk dat de baarmoeder zit hier, maar goed, dan kan het nu niet. Oh nee. Dus als je wil mag je eerst even plassen, goed? Ja. Ik zie, kijk wel of de licht naar binnen komt. Grappig, hè? Van bovenaf. Ja. Ik zie hier. Ik heb de baarmoeder zit hier. Ik zie hier een kindje en ik zie hier een hartje kloppen. Oh. Is dat dat? Dus het is allemaal goed. Nou, gelukkig. Dat je dat in ieder geval gelijk hoort. Maar ik ga even het iets beter laten zien en even in beeld brengen. Dus ik ga even een beetje inzoomen. Okay. Is het belangrijk dat jij niet te hard gaat lachen of zo? Oh. Dan schiet hij weg. Oh ja, dat hartje is. Kloppen. Ik zal het even laten horen. Is dat het hartje? Ja. Of eigenlijk de... Oh ja, ik zie het. Je ziet dan snel iets flikkeren. Oh ja, ik zag het. Ik denk moet er precies op staan, anders hoor je het niet. Dat is een uitdaging voor mij gewoon hoor. Hoor je het? Ja. Hoor je het ook niet? Ja, is dat het joh? Dat is het. Maar klopt het nou zo snel? Of... Dat is heel snel. Ja. Dat is heel normaal hoor. Zeg, want dat gaat gewoon echt achter elkaar door. Zeker. Nou, ja, ik kan nog steeds niet zien dat dat een baby is hoor. Nee, ik, het is nu ook een wazige vlek. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Net kon ik het ook niet zien hoor. Heel klein. Maar het is wel een goede zwangerschap. Als ik het zie maak ik me geen zorgen. Oh jongens, dat was echt zo leuk! Oh my god! Ik was helemaal overweldigd van het hartslagje. Maar toen zagen we, en ik zag het hartje ook kloppen zo. Ja, ik zag zo'n pixel bewegen. Ja, zo klikken, tikken of zo. Maar ik vond het een heel bijzonder moment en nu voelt het echt veel echter. Ik moet nog wel een beetje indalen. Ik zal maar zeggen, het gevoel van ik ben zwanger. Het is nu zo officieel. En die mevrouw, de assistente, de praktijkassistente, die feliciteerde ons ook zo. Ja, zo bizar. De volgende echo staat al gepland. Dat is de termijn-echo. Dat is op 23 augustus. Dus dat is na onze vakantie. Op een maandagavond. En even denken. Nou ja, ze had heel veel over de NIPT en wat er dan fout kan gaan. Dat is natuurlijk niet zo leuk. Maar goed, daar gaan we gewoon eventjes niet van uitgaan. Het was gewoon nu allemaal goed. De zwangerschap zit op de goede plek in de baarmoeder. Het ligt lekker. En that's it. Nicky vond het ook wel bizar, want je kunt op die foto echt niks zien hoor. Ik kan de echo straks wel even laten zien als ik niet aan het rijden ben. Je ziet echt zwarte vlekjes en grijze vlekjes en witte vlekjes. En daar moet je dan iets uithalen. Ja, ik zag het wel omdat ik het een beetje had voorbereid hierop, wat je verwacht te zien. Het was wel wat ik verwachtte te zien. Je zag wel een hoofdje of zo. En wat stompjes en zo. Maar ze was het dus vergeten op te meten. Oh ja, dat wou ik zeggen. Ze was het dus vergeten op te meten. Dus ze weet nog steeds niet zo goed hoe ver ik zwanger ben.
Maar ze dacht zelf iets minder dan 8 weken. Want er stond dus 8 weken. 8 weken plus 1. Maar ze dacht nu dus 7 weken plus 5. Dus dat is wel een beetje anders dan ik zelf had berekend. Dus die datum zal nog wel veranderen. Maar dat weten we dus pas volgende keer bij de termijn-echo. Die dus 23 augustus is. Ik kijk er echt nu al naar uit. Maar goed, nu kunnen we eindelijk echt een beetje vieren dat we een babytje krijgen. Ik had het wel helemaal door of zo, maar dit bevestigt het gewoon dat alles goed is. Dat het in ieder geval niet op buiten mijn baarmoeder zit of zo. Dus ik ben helemaal blij. Ik ga jullie nu wegdoen. Want ik moet een dorp inrijden en dan moet ik veel bochten nemen. En dat is gevaarlijk. Dus, dat is de update. Kijk of jij het kan zien. Nee, ja? Ik kan hem bijna niet zien, hè? Barba papa. Ja, daar lijkt het op, ja. Maar eentje kun je wel daar volgens mij. Kun je daar wel een hoofdje zien, toch? Nee, niet echt. Dat is uitgezoomd. Eerst zei ze nog dat ik... ze zei, oh, je moet plassen. Ik zeg, ja. Ja, gaan we eerst doen, anders kan ik niks zien. Zag je een zwarte vlek. Dat was dan je blaas. Toen ik wegging vanochtend was het regenachtig. Oh, daar is een babytje. Ik kan het nooit goed zien. Nee, het is dat vlekje. Dat onderaan. Oh, oké. Okay. En het hartje, ja, dat was dit vlekje. Maar dat is wel leuk om te horen dan, hè? Ja. Ja, dat kan ik wel laten horen, want ik heb het opgenomen. Oh ja. Leuk, hè? Ja. Want alles was goed. Nou, mooi. Ze had het alleen niet gemeten, dus ze weet niet precies hoe ver we nu zijn. Maar ze dacht wel iets minder ver dan 8 weken. Oh ja? Ze dacht 7,5. Oh, nou ja. Het is de volgende dag. We hadden gisteren de echo. En vanmiddag gaan we uit eten met mijn ouders en met mijn broer en zijn vrouw. En Flynn en Pelle zijn er ook bij. En vandaag is mijn oppas op Flynn. Oppasdag op Flynn. Nu heb ik iets superleuks bedacht. Want wij nemen Flynn mee naar het restaurant. Dus, dan ga ik een shirtje maken met neef erop. Estimated 2022, weet je wel? Dat die neef grote neef wordt. In 2022. Kijken of ze het doorhebben. Dan ga ik hem aantrekken dan als we binnenlopen bij het restaurant. Ik denk dat ik er ook een voor Pelle meeneem. Maak. Dus we gaan nu de stad even in. Om een shirtje te halen. Om dat op te printen. Flynn. Wat heeft tante Tia in de buik? Een baby, hè? Een baby. Ja. Nou, dan doen we het even laten zien aan iedereen wat jij aan hebt. Kijk, ik heb een shirtje gemaakt. Big Nephew. Want dat ben je niet. Je bent wel een kleine nephew van Kai. Maar ja. Big Nephew ben jij in maart. Wil je kijken? Ja. Doe jij filmen? Ja. Kijken dat die papa en mama zien. Hé, hey, wat zit je haar mooi? Ja. Oh, heb jij nou weer versteld aan? Ben je weer verwend? Papa! Ja, ik ben er ook. En wie is er ook? Pelle. Pelle is er ook, hè. Die heeft jouw haar zo mooi gedaan. Die heeft jouw haar zo mooi gedaan. Wat zou je zeggen nou? Oh. Ome Nicky? Ja, ja. Hey. 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 Van mama? Ja. Heb jij een shirt van papa. Mattia gehaald? Ja, een nieuw shirtje. Wat staat erop? Wat is dat? Papa. Papa. Mama. Flynn. Je hebt de handen ervoor. Oh, sorry. Ja. Mars.
Oh. Ja, hij is zwanger. Ja. Mama. Hoi. Mama. Heb jij er een beestje bij? Oh, mama. Eindelijk wordt hij groot. Of een neefje. Een grote neefje. Ja, ja, ik ga er al zo vanuit dat het jongens zijn. Ja, dat is ook hoor. Ja, kan het, is niks. Ik zei meisje als eerste. Ja, jij zei meisje. Ja, meisje. Ja. Bij ons komen alleen jongens. Ja. Eentje ja, moet eerst eerste zijn. Ja, dat klopt. Oh, mama. Hoi. Hi. Jij ook hier. Ik ook, ja. Dit wordt niet de babykamer. Dit wordt Nicky's kantoor. Want de babykamer, aka Nicky's kantoor nu nog, ja, dat was die wordt mooi, weer ingehaald. Dat was een mooie, wat is het, 3 maanden of zo? 4 maanden, zes, een half jaar. Nou, ik heb een half jaar in kantoor gehad. Maar dit wordt dus de babykamer, want ik vind dit zo'n schattig klein kamertje. Nou, het is niet super klein of zo hoor. Maar hier, dit zit daarin. Kast. En, maar dit is de kamer waar we echt letterlijk niks aan gedaan hebben. Zelfs het behang van de vorige bewoner zit er nog op. Alles gaat hier veranderen. Plafond, lampje, hier hebben we echt niks aan gedaan. Ja, ingericht. Bij die kamer waar Nicky was net, ik zal het even laten zien, daar hebben we wel de muren gestuukt en zo. En het plafond ook glad gemaakt. Lamp opgehangen, de muren zijn gestuukt. Behangetje. We gaan dus beginnen met de vloer. Daarom pakt ik de camera erbij, want daar gaat Nicky mee beginnen trouwens. Ik niet meer. Ik vind het wel leuk dat je muur zijn. Ja, dat is wel leuk hè? Ja, alsof jij ook echt iets ging doen. Dit is de vloer. Ik heb een soort grijsbruin gekozen. Wel, dat vond ik mooi. Kun je nog allebei de kant op met de inrichting. En dit wordt ook die vloer. En gewoon de hele vloer wat we nog niet gedaan hebben. De gamekamer en de slaapkamer hebben wel al grijze vloer. Dus dat, die overloop gaan we dan ook wat mooier maken. Dus succes, Nicky. Dus alles wat je er nu uithaalt moet je er ook in doen vandaag, hè? Oh, nee hoor. Nee? Van welke kant ga je? Vanaf die kant hierheen werken of ga je van die kant daarheen werken? Van deze kant daarheen, hè? Ja, dat is wel het slimst. Ja, het is wel fijn dat die ondervloer kun je gewoon laten liggen. Daar is niks mis mee. Kijk, de naam is wel. Als je de lucht erop valt, dan heb je meer ruimte. Oh ja. Dus dan plakken, ja. Dan moeten we het wel met plakplinten ja, doen. Ja, nou ja. Ik weet niet of het uitmaakt. Dan heb je dus wel een stukje waar dan geen... hoe heet het? Waar dan geen groene... Ja. Ja, dat is wel nodig, denk ik. Ja. Oh, hier is muziek. Even hier. We twijfelden over de plinten. Ik vind plinten lelijk, dus... Plinten. Hè? Ja, ik vind... Maar gewone plinten vind ik ook lelijk, maar ja... Geen plint is ook lelijk, dus... We zaten gewoon te kijken naar de makkelijkste en mooiste optie. Maar goed. Het makkelijkste is inderdaad... de plinten laten zitten. Ja, deze plinten. En dan nog misschien plakplinten erbij. Ja. Deze plinten. Ik heb een cadeautje gekregen van de moeder van Nicky. En het is echt super schattig. Met 2 tutjes. Dus ik denk dat het voor de baby is. Ik ga het even uitpakken. Ach, dit is zo schattig. Het eerste pakje wat we hebben gekregen. Oh, ik vind dit echt zo cute. Ja, het is maatje 5. Dat is echt als een babytje. Het kan voor een jongetje en een meisje. Ik heb heel erg gevoel dat het een jongetje wordt. Er zitten ook zakjes in. Schietig zeg. Oh, dit is echt heel lief. Heel lief. Ja, op tafel stond hij. Volgens mij wordt week 8 een hele lange vlog. Excuses alvast daarvoor. Kijk, ik ga even laten zien. Nou, dit had ik gisteren al een beetje laten zien.
Nikki heeft dus hier de vloer al helemaal gelegd. En nu gaat de babykamer aangepakt worden. Dit wordt de babykamer, jongens. Dit kleinste kamertje van het huis. En ik ga de behang eraf stomen. Volgens mij gaat dat nog echt veel meer werk zijn dan dat ik denk van tevoren. Nee, joh. We gaan morgen op vakantie, overmorgen. En we wouden dit de vloer af hebben. Maar ja, we kunnen beter nu stomen. De behang eraf stomen. Op de oude vloer nog. Dan dat we het op de nieuwe vloer doen. Dat geeft vet veel zooi. Dus dat gaan we nu doen. Hey, ja, dat... kijk, dit. Oh, ja. Maar dit ook nog ja, af. Ja, dus dat is ook nog... dat moet met... stomer. Stomer, ja. Ja, balen. We hebben de stomer aangesloten. Daar gaat het echt een stuk sneller mee dan zonder. Het was toch wel een mooi feest als dit het was. Zo van, oh nee, dat is goed zo. Ja, zo hè. Maar volgens mij is dit een meer een soort behanglijn. Wat zeg je? Volgens mij is dat witte meer een soort behanglijn. Omdat het behang is. Wat zeg je? Ik denk niet dat het een laag behang is, maar gewoon behanglijn is. Nee, precies. Het is de laag behanglijn van het behang. Ja. Yeah. Onder het behang zat ook nog groen behang. Ook fijn. En we hadden een kleine onderbreking, want de stoomapparaat deed het niet. En dan gaat het heel langzaam. Want ik denk dat ik met dit stuk 3 kwartier bezig ben geweest. Dus we hebben echt wel dat stoomapparaat nodig. Anders laat het niet los, dat onderste behang. Nou, we hadden de behangstomer met azijn. Dat ging als een tierenlier hier de muur. Dus dat hebben we eerst. Nou, dat was nog geen half uurtje, denk ik, wat we eraan hebben besteed nu. Ik had tijd gezet, 10 minuten. 10 minuten maar. Ja, maar we hadden al dit stukje gedaan. Dat is 2/3 van de muur. 10 minuten. Ja, dus dat is wel fijn. Nu dit allemaal nog. Maar hij moet nu eerst rusten, anders is hij weer boos op ons. Dan stopt hij ermee. Eventjes aan jullie laten zien hoe ver we gekomen zijn uiteindelijk. En dit is dan ook meteen het laatste shot wat jullie gaan zien in deze vlog. Want hierna gaan we op vakantie. Maar kijk, de muren zijn leeg. We zijn er wel achter gekomen dat hier gipsplaten. Dus we moeten even nieuwe gipsplaten. Maar goed, zover zijn we dus met de kinderkamer voor nu. En nu is het lekker tijd om op vakantie te gaan. Maar dat zien jullie in de volgende vlog.